Een hele goede morgen. Wij zijn de ochtend vrij druk begonnen. Ik heb stofzuigd gedweld en met Jordi gespeeld en alles erop en aan. Hij heeft nog net zijn flesje gehad. Logopedie op bezoek gehad. En ik ga Jordi nu even naar bed brengen. Zoals jullie zien is inmiddels papa weer thuis. Hey, boo. En we zitten een beetje te dubben of dat we Jordi moeten spoelen of niet. Maar sowieso moeten we even kussen, hè, papa? Hier zit boe. Hier zit toet toet. Had hij je vinger te pakken? Nee. Oh, dat dacht ik. Ja, boe, 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 boe. Hebben. Hebben, 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 hebben. Doet, doet. En de boel. Nou, dan gaan we even kijken of dat Jordi zijn luiertje vol heeft of niet. Als je niet heeft, gaan we hem spoelen en daarna douchen. En anders gaan we hem nu gelijk even douchen. Kusje? Toch, papa? Mm-hmm. Deze kleine boef is in bad geweest, hè? En dan ligt lekker zo bij papa. En hij gaat zo, krijgt zo zijn flesje en dan gaat hij lekker naar bed. En Jordi? Ga jij zo naar bed? Boe. Handje? Kom eens, Lilac. Wat mama nou? Voor mij moet jij naar bed. Dan ga ik hem maar eens een flesje geven. Wat ik zei is, nou ja, dat mag nou ook wel, want het is 7:50 en normaal ligt hij al in bed. Een hele goede morgen. Oh, jongens en meisjes, wat gaat Bomba Luna weer doen? Wij hebben gisteren de vlog niet afgesloten. Ik was veel te moe, ik heb er niet meer aan gedacht. Yay! Goedemorgen. Vandaag hebben we een leuke dag, we zijn er naar de winkel geweest. We hebben een buurtfeest, straatfeestje. En hier voor de deur. Ja, hier voor de deur. En daar hebben we allemaal lekkere dingetjes voor gehaald. En ja, wat ik daarvan vlog, dat weet ik allemaal niet. Maar ik denk niet veel. En ja. Dus het wordt denk ik een kort vlogje dit weekend. Maar het zei zo. Jordi die heeft zijn fruitje en alles al gehad. Die is nu nog even aan het uitbuiken. Dan krijgt hij straks de fles en dan kan hij lekker naar bed. Nee, jongen. Dus dat.
zit er weer op. Het was gezellig, toch? Ja. En wij gaan nu lekker slapen. Welterusten. Welterusten. Morgen weer een nieuwe dag. Welterusten. Slaap lekker. Goedemorgen allemaal. Of ja, bij ons is het al middag eigenlijk. Goedemiddag allemaal. Jordi gaat zo zijn middagdutje doen. Vanochtend is eigenlijk al redelijk goed gegaan. Vannacht heeft het een en ander wakker gelegen. Vanwege buikpijn. En natuurlijk zijn papa en mama wakker gehouden. Maar ja, daar hoort er allemaal bij. En daar is Mandy. Ja, ik ben aan de poets. Want gisteren hebben we Jordi gespoeld. En wat heeft hij toen gedaan? Op de gordijnen gescheten. En nog meer? Op de ramen en de luxe flex. Ja, dus ik ben er allemaal aan het schoonmaken en aan het doen. Want gisteren lukte dat natuurlijk niet, omdat je, ja... Ik heb het wel gauw even een beetje afgedaan, maar ja, niet goed genoeg. Dus daar ben ik mee bezig. En dan gaan we zo heel even eerst wat eten. En dan ga ik weer verder met de bende. Dus ja, dat dus. Hè, meneer Scheid? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel, dat wel. Maar als hij nou eens overdag gewoon alles eruit gooit in plaats van 's nachts. Op. Er is er een wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Jordi. Heb je lekker geslapen? Lekker bij papa even wakker worden, hè? Ja, lekker bij papa even wakker worden, hè? Dat is het hele verhaal tegen papa. Ja, allemaal boe. Ja, misschien allemaal vertellen wat hij gedroomd heeft. Maar... Ze boe. Maar goed, wij gaan eventjes soepje warm maken voor deze grote vent. Ja, niet voor deze vent, maar voor die grote vent. Voor deze grote vent. Ja, voor deze grote vent. Nee, boe. Deze grote vent. Ben je een klein ventje dan? Nee, ik wou net zeggen, je bent een grote vent. Ja, een grote vent. Mama's grote vent, hè. Ook een beetje van papa, maar voornamelijk van mama. Ja. Ja. En als we nog soepje hebben gedaan, dan doen we even naar de winkel gaan. Is dat goed, papa? Ja. Oké. Welke soep wil je? Wortelsoep, tomatensoep of broccolisoep? Pompoensoep. Heb ik niet. Dan moet je bij de buurvrouw zijn. Nou, vertel. Dit. Welke wil je? Broccoli. Broccoli soep? Oké. Mama broccoli soep warm maken. Yay! Broccoli soep! Haboe, oké. Zeg maar dag kijkertjes, tot straks. We hebben gegeten. En Jordi zit nou bij mama. En wat ben je allemaal aan het doen, Jordi? Zeg maar, ik ben een beetje aan het zeuren, want ik ben moe. En gelukkig weer net even gepoept. Ja. Oh, sorry hoor. Mag er niet over praten. Nee, moet niet zeggen dat je gepoept hebt. Oké. Nou, we hebben niks gezegd. Zullen we ons mond dicht houden, jongeman? Hij is zo blij. Ha.
Dus. Hij is bijna op het moment dat hij moe wordt en naar bed gaat. Dus we wachten hem even rustig af. En dan gaan wij hier nog een beetje opruimen. En dan is de dag zo weer om. Jordi is nog wakker. Het is nu 10:15. En waarom hij wakker is, ja... Hij heeft buikpijn, denken we. Nou is het zo dat we kunnen hem wel gaan spoelen, maar zijn ontlasting is echt dun genoeg. Dus ja, daar kunnen we niet echt iets mee doen nu. En het is heel zuur, dus we denken dat ook tandjes mee gemoeid zijn. Dus we gaan het heel even afwachten. Hij is nou in ieder geval rustig. Ja. Dus dan laat het even zo. Ja, dus dan kijken we het gewoon heel eventjes aan. Ja. Dat dus. Ik ga nu even editen en dus gaan we deze vlog ook afsluiten. Morgen komt weer een nieuwe ups en down. Of morgen gaan we weer een nieuwe ups en down beginnen. En ja, bij deze alvast wat rusten. Want zodra ik geëdit heb, dan denk ik dat ik ga slapen. Ja, wat rusten alvast. Ja, wat rusten. Slaap lekker.